Jongens, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag is het even een speciale video. Want, ja, jullie zien het al voor mij. Namelijk, meneertje Marnik. Ja, jullie kennen hem misschien wel van een GameStad of Marniker of weet ik veel. Hij heeft twee kanalen volgens mij. Ik zal zeker zijn YouTube link wel even in de beschrijving zetten van deze video. Want hij heeft namelijk onze fake Metopia beoordeeld. Ik heb hem nog niet gezien. Ik krijg gelijk al, op Skype kreeg ik al gelijk, Marnik is op de server geweest. Dit en dat. Ik ga zeker even kijken dus van, ja, wat hij, zeg maar, reageert op onze server. Hij heeft eerst een andere server gedaan volgens mij. Een paar andere servers. Ik weet niet welke minuut hij onze server heeft beoordeeld. Dat is misschien wel een ideetje, maar... Hij heeft hier een mes. Ik zie hier, nou ja... Ik weet niet echt. We gaan... Oh, hier zit hij in Tropica. Ja! Oeh. Dit is wel sick hoor. Dit is wel echt heel sick. Echt dat? Waar is Levi? Deze Levi! Even kijken. De server... Waar heeft hij ons... Okay. We zijn hier in misschien wel de drukste fake Mindtopia server. We zijn hier in... Hier wil ik even op reageren. Dit vind ik wel leuk om te horen. Hij zegt, hij benoemt ons dus de drukste fake Mindtopia server. Echt, vind ik wel leuk om te horen. Stad Tropica, geen idee waar dit op moet lijken. Misschien een soort Atlanta stad of zo. En het is zo druk, we zijn hier nu al gewoon... Meer tropisch. Ontdekt of zo in deze server. Sowieso staf met disguise. Ze denken weer dat we fake zijn. Maar, nou goed, we moeten iemand volgen. Levi zegt dat. Waar is Levi? Deze Levi gamer. Kai, kom je ook mee of ben je weer allemaal fame aan het pakken? Nee, grappig. We worden hier een winkel binnengesleurd. En waarom is het hier zo druk in deze server? Mogen we hier nog naar binnen? Ja, dat weet ik ook niet. Vraag mij het maar niet. Dat wil ik wel. Let's go. Ik kan hier niet doorheen. Ik ben uit de winkel gegaan, want ik wil heel even wachten op die jongen die er nog aankomt. Het is een hele bekende YouTuber. Ik weet niet of hij komt, maar ik hoop het wel. En zo knol. Het is... Heeft hij het over mij? Nee, grapje. Hij zei, ik wacht op een bekende YouTuber. Nee, het is PewDiePie, jongens. PewDiePie! Oh, dat is wel een compliment. Kijk eens aan. Heel veel mensen zijn er eventjes in de server om te kijken. Hey, welkom Jurien in de Fake Mindtopia server. Goedemorgen, middag, avond. Een Fake Mindtopia server, dat klinkt gaaf. We zijn hier nu ja, dus met z'n viertjes. Ja, dat klinkt toch gaaf? Ze willen ons gratis spullen geven. Oh, kijk die dikke armen allemaal. Maar wie wilde ons iets geven? Volgens mij wilde, wist jij dat? Conflict of zoiets. Iemand met een lichtblauwe naam. Die staat hier zo. We gaan die meneer volgen met zijn stiefskin. Oké, dit is wel echt super druk hier zeg. Dit is echt de drukste Fake Mindtopia server die ik tot nu toe heb gezien. Yeah, en ook meteen wel de mooiste moet ik zeggen. Kijk dan, wat is dit? 5000. Een briefje van 5000 met een hoofd van iemand anders erop. Oké. Ik heb broodje gekregen, ik heb een boekje gekregen. Conflict, we volgen je al lang. Maar je loopt er een keer een andere kant op. Hier hebben we het gemeentehuis. Oh, hij heeft nog ineens een plot. Hij heeft hier wel wat kisten staan. Of wel een plot, maar geen gebouw. Wat wil die geven? Heb een donatie? Geef wel een shout-out in je video. Oké, nou, natuurlijk, je hebt al een dikke vette shout-out. Doe je donatie maar. Waar is hij? Wat een durf allemaal. Doe er maar in. Oké, ik krijg in ieder geval hier al 1000 euro. En geef me een Night Grey help. Nou, helemaal niet. Man, dan krijg ik wat en dan... Ik loop altijd al achter je aan. Dat is gewoon super tof. Maar laten we even deze puin op voor... Lol. Leukste in deze server. Oh, dat weet ik wel. Breng me. Marniker, kom, volg me. Oké, wie zullen we volgen? Lenny Doe. Waar is Lenny Doe? Oranje naam, hier zo. Ja, we volgen je. Dit lijkt dan weer op een soort van heren. Ze gaan de Krimi staan, denk ik. Wat het leukste bekijken. Is ja, de ik vind het er heel tof oh uitzien. Heel volgegroeid en alles. Oh. De taxi. Oh, de kosten zijn 750.000. Nou, dat heb ik niet. Oh hey, wat? Ik heb 20.000. Hey. Ja, ik heb ook 20.000. Ja, nu niet meer. Oké, we hebben maar een klein stukje geskipt, want net zag ik ook al deze berg. En we zijn hier mag nu... Mag ik even vragen waarom een taxiritje 700... Hij ziet het bordje van het gebied is op eigen risico. Kijk zo, wat een durf. 50 euro kost. Ja, dat is wel heel erg duur voor dat kleine stukje. We waren net aan de andere kant van deze berg. Maar kijk eens hier, dit gebied... Ja, waarom hebben we het zo duur gemaakt? Omdat... mensen vonden... Mensen hebben geen zin in lopen, dus die taxi is extra duur gemaakt, omdat... Stel ze hebben geen geld, ja dan moeten ze wel lopen. Stel je hebt veel geld, ja nou, dan moet ze maar zoveel geld inleggen. Dat is eigenlijk de beredenatie erachter. Mag is het eigen ja risico, dit is het drukste gebied wat er misschien wel is. Portland en ook het gevaarlijkste gebied dus, wat een soort van wastelands is weer ja waarschijnlijk. Geen wastelands, nee joh. Dit is jouw gebied, hier vind jij het leuk, jungle, hier kan je trollen. Jungle dat man. Ja. Kunnen jullie het ook een beetje bijhouden of niet? Ik ben hier nu bij Lenny Doe. Gaat hij mij oplichten of gaat hij dat niet doen? Nee, geef me spullen. Ik krijg een brownie en dit en dit. Ik heb allemaal super toffe armor gekregen. Dankjewel. Hier heb je geld.
Hey, daar heb je Jackie. Nou ja, ik heb er wel weer genoeg gezien. Het was niet een hele plaats van een beetje durpen in die servers. Maar we hebben nu een beetje de servers verkend. En ja, echt hè? Wat een durp. Oh, Manik, holy shit. Toch dat jij onze server bent gejoind. David was ook al in het verleden, een jaar geleden of zo, was hij gejoind. Ik vind het goed tof. Ook al, het maakt, of course zou je het IP niet in de beschrijving zetten. Volgens mij niet. Is natuurlijk logisch. Maar echt super tof dat jij gewoon onze server bent gejoind. Dat wordt gewoon zeker gewaardeerd. Even kijken. Ja, David heeft het ook al een jaar geleden, of iets langer dan een jaar geleden, heeft dit ook gedaan. Ook heel tof. Toen was het nog dat we een map hadden gekopieerd, Greco kleding hadden gekopieerd. Dat is nu een hele andere vorm geworden. Mappen zijn gewoon custom, kleding zijn gewoon custom, et cetera, et cetera. Maar ik waardeer het gewoon zeker dat jij redelijk positief over ons bent. En dat wordt zeker gewaardeerd. Like allemaal even video, like allemaal op deze video, jongens. Want ik vind het gewoon insane dat Marnik gewoon, ja, dat ze vaak zijn... YouTubers, niet om jullie, maar die op DDG spelen, zijn vaak negatief over een Fake Metopia server. Maar op zich, hij benoemde ons van de drie, ik heb die andere twee niet gezien, maar van de drie benoemt hij ons de beste. Nou, dat is zeker even een pluim. Nou, niet een pluim, maar zeker even, ja. Best, vind ik best wel zeker op zich. Maar ik weet natuurlijk niet hoe die andere Fake Metopia's erin in elkaar zaten, zeg maar. Maar zeker wordt het gewaardeerd. Manik, dankjewel voor het reageren. Op onze Fake Metopia server. En misschien zie ik jullie ook wel op onze Fake Metopia server. Het IP staat in de beschrijving. playpetstormnetwork.nl. En wie weet zie ik jou dan. Jongens, tot de volgende video. Later.